Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups and Down. Ik heb net alle kinderen weggebracht, maar nu heb ik weer een afspraak. Dus ik moet nu van de ene kant. Ik ben van de ene kant naar de bos naar de andere kant van het bos gereden. Nu moet ik weer terug naar de school van Jordi om vervolgens een afspraak te hebben. En dan kan ik even wat boodschapjes doen enzovoorts. Dus ik heb een drukke ochtend. Maar we hebben een gesprek gehad voor Jordi. Het ging voornamelijk over beweging en dat soort dingen allemaal. Nu moet ik even naar de Groenrijk en een paar boodschapjes halen. En dan ben ik weer thuis. Dus let's go. Hallo, nou, we zijn er weer. Ik ben naar de Groenrijk geweest. Ik heb met die plantenmevrouw een gesprek gehad over wat voor mens mijn schoonmoeder is. Of ik ze leuk vind of niet, dat maakt allemaal verder niks uit. Maar gewoon het feit hoe mijn schoonmoeder is. Mijn schoonmoeder is slechtziend. Ik kan niet alles 100% meer zien. Dus ik zei, het moet gewoon een makkelijke plant zijn. Deze hoef je maar om de 10 dagen een keer water te geven. Dus ik zei, nou, dat denk ik wel dat dat haar moet lukken. Dus ja, het is deze plant geworden. Het is ook geen hele kleine plant. Maar ja, hey, het valken is makkelijk geworden. Verdient ze wel. En Niels vond het ook een mooie plant. En dan vraag je je eigenlijk misschien af, waarom heb je ze nog niet ingepakt? Nou, ze gaat slecht op inpakken. Dus dat doe ik morgen even. Want anders wordt het te vochtig binnenin. En daar kan deze plant niet tegen. Dus gewoon plastic eromheen, zeg maar dat. Maar ik heb nog inpakspul hier. Dus dat kan ik dan morgen even doen. Dus ja, dat. Het is deze plant geworden. Ik vind het een hele mooie plant. Heel eerlijk gezegd, ik zou hem zelf ook wel mooi vinden in mijn huis. Dus ja, mooi plant. In ieder geval, geregeld, check, afgesteept. Het is inmiddels 12 uur. Ik ben nog, ik heb nog even 3 blikjes gehaald. Dr. Pepper, cola en ijsthee. En ben nog eventjes gauw naar de winkel geweest. Een paar boodschapjes gehaald. Want morgenochtend gaat Niels werken. En morgenmiddag moeten we naar die verjaardag toe. En dan moet ik wel gewoon eten in huis hebben, et cetera. Voor morgenochtend. Dus dan ga ik gewoon morgen, als we terugkomen van het uit eten, ga ik nog heel eventjes gauw bij de supermarkt even voor zondag halen. Voor het ontbijt in ieder geval. Dus dat is de bedoeling. Ik ga nu mijn schoenen uittrekken. Ik heb net even medicijnen genomen voor mijn schildklier. En dan ga ik zo even eten. Want ik moet om 1 uur alweer weg. Want ik moet... het is Jordi's laatste schooldag. En Jordi gaat volgend jaar ook naar een andere klas toe. En dat is niet omdat hij geestelijk ouder wordt. Nee, dat is omdat hij ouder wordt qua leeftijd. Hoe moet ik dit uitleggen? Je hebt een Janneke taal. Kinderen worden ouder. En soms worden kinderen geestelijk niet ouder, blijven ze op hetzelfde leerniveau zitten. Dat is met Jordi aan de hand. En het leerniveau van Jordi, die blijft gewoon hetzelfde. Maar omdat hij ouder wordt, moet hij naar een andere klas. Waardoor dat er weer nieuwe kindjes op school kunnen komen. Zo moet je het eigenlijk zien. Dat heeft niks te maken met het feit van hij is een groep over, dus gefeliciteerd. Dat is het absoluut niet. Het is gewoon hetzelfde leerniveau. En daar blijft het ook. Want Jordi blijft geestelijk deze leeftijd. Alles wat hij leert en doet is levenservaring. Dus dat. Ik ga eten. Ik moet over een uur alweer weg. En dan ga ik bij Jordi op school een uurtje gezellig zijn. En voor mij dan gezellig zijn. Ga ik een uurtje op school gezellig in de klas van Jordi. Het laatste uurtje school. Van dit schooljaar vieren. En dan gaan we de 2 etterbellen ophalen. En dan is het vakantie voor Jordi. Volgende week gaan Liam en Sam nog wel 3 dagen. En dan heb ik gewoon lekker 3 dagen met Jordi. Ik kan gewoon even alleen met Jordi zijn. Dat is ook belangrijk. Jordi zit echt in vakantiemodus. Ja. Hé, hey, zit je om ballen te gooien naar mama? Jordi is echt in vakantiemodus.
En net gooide ik met Liam een bal over. Ja, gooide. Dat. En nou heeft Sam een balletje gepakt, want dan kan ik dat ook met Sam doen. Hey, kiepikie, kiepikie. En wie dan? Mama wegdoen. Zo, 1, 2. Uh-oh, daar, 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 daar. Oh no! Ga pakken! Yay! Yay! Kom. Uh-oh, nou moet je me zoeken. Zo blijf je bezig en zo hou je ze ook bezig. Wij gaan zo uit eten met de familie van Niels. Ik doe daar nog wel mijn bril op hoor. Maar dit is wat ik aan heb. Een spijkerbroek. Tadaa. Een wit shirt. Een vest. Ringen. Hier heb ik ook nog een ring. En dan heb ik wat make-up op. Het is heel simpel vandaag. Niet te moeilijk. Maar hier voel ik me wel het meest zeker. Make-up proberen eraf te halen op mijn gezicht, maar ik ben weer net een wasbeer. Ik lig heel even op bed en dat is niet omdat ik moe ben, maar ik heb fucking veel pijn. Laat ik jullie even uitleggen waar ik last van heb. Ik heb last van een ijsprong. Als je nu daar geen interesse in hebt, moet je even een paar minuten doorscrollen. Ik ga jullie even een kort maar krachtig verhaal geven. Ik heb PCOS. Dat betekent dat ik niet een normaal cyclus heb. En dat mijn eitjes niet werken zoals het hoort. Zeg maar dat. Ik heb dat altijd al gehad, blijkbaar. Kom je achteraf achter als dat vastgesteld wordt natuurlijk. Toen ik voor Jordi zwanger wilde worden, had ik een gastric bypass gehad. Ik ben eerst met pilletjes. Ik weet ook niet hoe ze heten meer. Maar ik ben eerst met pilletjes begonnen. Omdat ik niet zelfstandig in verwachting kon raken. Dat was ook gewoon echt op echo's en alles te zien. En bloeduitslagen. Jezus. Ik beval liever, ik zweer het je. Maar ik heb toen pilletjes gehad. En die pilletjes, dat werden kiestes. Maar dat werden geen kleine kiestes, nee, dat werden zulke kiestes. Dat was gewoon echt mijn hele eierstok, zeg maar, waar eitjes in zitten. Zo groot was dat. Toen heb ik een echo gehad. Ik heb iets van 2 cyclussen dan gedaan. Bij die 2e cyclus, ik had hoofdpijn. Ik had zoveel pijn gewoon aan mijn buik enzovoorts. Toen hebben ze in Utrecht gezegd van, want ik zat in het UMC in Utrecht daarvoor. Toen hebben ze gezegd, kom maar eens hierheen en gaan we eens even kijken met de echo-apparaat waar die pijn vandaan komt. Toen zagen ze dus dat echt flinke kiezers waren. Toen heeft Niels, want ik kon niet zelf rijden, maar Niels is met me meegegaan. Toen heeft Niels gevraagd van, als man zijnde, weet ik natuurlijk niet. Zij zegt dat ze pijn heeft, maar ik weet natuurlijk niet welke pijn, waar ze het over heeft. Toen zei die vrouw die echo maakte, die ook gewoon bij de gynaecologische hele afdeling hoorde. Die zei, nou, voor een man voelt dat alsof hij in zijn ballen wordt getrapt. En dan niet zachtjes. Nou, door die PCOS heb ik bijna nooit ijsprongen. Ik heb ze echt bijna nooit.
Ik heb ze zelden. Maar als ik een ijsprong heb, dan zou nou het moment zijn als ik een baby zou willen, zeg maar. Dat. Maar nee, ik wil geen baby. Niels is geholpen, dus top. Maar dat betekent niet dat ik daar geen last van heb. Daarom wil ik ook zo min mogelijk vrouwelijke hormonen slikken. Of in ieder geval de pil, een spiraal of wat dan ook. En Niels die heeft natuurlijk met mij deze hele weg afgelegd. Van onderzoeken en in verwachting raken van Jordi. Want ik ben uiteindelijk door middel van spuiten in verwachting geraakt. Maar ik heb dus op dit moment een ijsprong. Ja. En ik kan niet staan. En ook deze dingen heeft een vrouw last van. En ook dit is de realiteit. Dus Niels die zei, ga alsjeblieft even op bed liggen, zegt hij. Ga eventjes rustig aandoen. En ga even ervoor zorgen dat je eventjes niks hebt. Zeg maar, dat. Dan heb ik heel veel nog te doen. Ik moet nog wasvouwen enzovoorts enzovoorts. Maar hij heeft het me verboden. maar hij heeft het me dus verboden om ook maar te staan op mijn benen totdat het een heel lijn beter is. Ik ga even op bed liggen. Ik weet ook niet of dat ik vandaag nog heel veel film. Maar ik hoop dat het met een half uur, drie kwartier een heel eind over en voorbij is. Meestal als het dan voorbij is, dan heb je zo'n beursgevoel. Maar heb je niet meer de pijn die ik nu heb. Maar dat is gewoon het nadeel van PCOS hebben. En wat je nu hoort is mijn droger. De afpompding is kapot aan het gaan. Maar dat is in ieder geval wat er aan de hand is. Och jongens toch. En ik zie mezelf in de camera. En ik denk echt bij mij, Jezus Christus, echt panda ogen. Maar goed. Dat is het nadeel als je make-up op hebt gehad. Maar het was vanmiddag hartstikke gezellig. En ik had er op dat moment ook geen last van. We kwamen thuis en we hadden alles binnen neergezet. En de kinderen naar binnen gebracht, et cetera. En ik werd in één keer wit. En toen zei Niels tegen me, wat is er aan de hand? Ik zei, ik heb even geen idee wat er aan de hand is. Ik weet alleen dat ik pijn heb. En toen zei hij van, ga maar even liggen. Dus dat is wat ik nu verder ga doen. Als je tot hier hebt volgebracht om te luisteren naar mijn verhaal. En als je een man bent, geloof mij. Als een vrouw zegt dat ze een ijsprong heeft. En dat het pijn doet. Dat doet pijn. Geef ze even de tijd. Laat ze even met rust. Een hele goede morgen. Het gaat alweer wat beter. Ik heb gisteravond nog een beetje hier opgeruimd, half pingwing lopend. Niels heeft mij heel goed geholpen. Ik wou het gewoon even schoon hebben, omdat ik hier natuurlijk ook kinderen over de grond heb kruipen. Dus Niels zei ook van, je hebt er gewoon gelijk in, dus ik help mee. Dat hebben we gedaan. Toen zijn we op de bank gaan zitten en ik heb eigenlijk gewoon niet veel bijzonders gedaan, maar gewoon gelegen en gelegen en gelegen. En ik ben op een gegeven moment naar bed toegegaan. Ik heb nog meegemaakt dat Nederland won. Maar ik lag al wel half zo te dutten. Ik heb nog wel wat last. Geen pijn, maar gewoon last. Is het niet zo gek met de pijn die ik had. Het gaat nu wel weer wat beter. Dat is gewoon echt zo'n nadeel van zo'n ijsprong. Het is niet elke maand zo bij mij. Maar eens in de zoveel tijd. Oh Jezus, echt. Dan wens je gewoon dat je geen ijsprong meer kan krijgen. Maar goed, gelukkig heeft Niels daar alle begrip voor. We zijn lekker aan het eten. Zandjes zijn ze al mee bezig. Dit zijn kleine tostietjes. Niels is ondertussen klaar met de schuur. Hij is nog wat aan het opruimen, maar hij ziet er netjes uit voor wat het is. Ik heb de keuken van de buitenkant helemaal schoongemaakt en opgeruimd en gedaan.
Ik heb daar weer de koffiemachientje en de waterkoker neergezet. En hier heb ik weer meer ruimte nu. Dus ja, dat. Dus ik heb alle kastjes afgedaan. Mijn oventje schoongemaakt, et cetera. Dus dat zou eens gewoon. Ik zal jullie even de schuur laten zien. Er staat nog wel rommel in de schuur. Maar dat is wat Niels nog gaat uitzoeken. Hij heeft hier allemaal kratjes neergezet. Dit stond eerst helemaal vol met een werkbank. Ik zal even uitzoomen. Met een werkbank en... ja, weet ik veel. Niels had er zijn zooi staan in ieder geval. En deze kast stond er al. Die heeft hij helemaal opgeruimd en opnieuw ingericht. Daar hebben we drinken staan. Nou ja, dat. Hier kon je eerst ook al niet meer lopen. Als ik de vriezer open wou doen, nou, dat was echt... Ja, dat. Dat is allemaal schoon. Of ja, schoon opgeruimd. Hier hebben we allemaal nieuwe... voor in het zwembad hebben we al nieuwe dingen staan. Zoals bijvoorbeeld zo'n ding. En we hebben hier bandjes. Dat hebben we hier. We hebben, zelfs als er een baby komt, hebben we zo'n ding. We hebben een krokodil extra. Wat hebben we hier? Oh, dat is zo'n zitding. Een doel. We hebben een doel voor in het zwembad. Dus ja, dat hebben we hier. Maar in ieder geval, hier kon je eerst niet lopen. Daar staat de pomp van het zwembad. En hier staat voor lucht in van alles te doen. Ik heb geen idee hoe je dat allemaal noemt. Hierboven heeft hij ook al van alles staan. Maar hij heeft in ieder geval de schuur zo opgeruimd dat het allemaal een beetje uitgezocht is. Wij hebben een ondergrondse container. Ik denk dat hij wel 5 keer al daarheen is gelopen. Gewoon met rotzooi. Gewoon oud papier... plastic spullen die kapot zijn en niet meer gebruikt worden. Ja, dat is allemaal wat er nou weggaat. En ja, ondertussen heb ik dus hier van alles gedaan en ga ik daar even naar de winkel. Hier ga ik wel even mijn panda over weghalen, want nou. Vanavond gaan de kinderen de douche in, dus dan douche ik vanavond ook weer. Ja joh, je mag. Kindjes hadden wat lekkers, dus ik had Joep even op de gang gezet. Want anders scoopt zij alles weg bij de kinderen en dat is niet de bedoeling. Ik ben er ook achter gekomen dat Liam het poortje open kan doen als hij er zin in heeft. En dat is niet erg. Dat is absoluut geen enkel probleem. Is misschien voor Liam alleen maar makkelijk. Als hij dan iets moet hebben of zo van boven, dan kan hij dat pakken. Maar goed, in ieder geval, ik heb alles schoongemaakt. Ik heb mijn afzuigkap schoongemaakt. Heel mijn fornuis onder handen genomen, et cetera. Doe maar mama geven. Dankjewel. Dus ja, ik heb van alles gedaan. Ik heb nog wel last van mijn buik, maar we gaan het overleven. De kindjes liggen in bed. We hebben ze even gedoucht. En ik heb iets wat ik ga proeven. Limmelon. Dit is blijkbaar een meloen met limoen smaak. We gaan hem eens gewoon proberen. Ze hadden hem bij de Albert Heijn. Ik heb deze gehaald. We gaan het gewoon even testen. Ik heb mes. En ik weet ook helemaal niet hoe en wat. Ik weet ook helemaal niet hoe het eruit ziet van binnen. Oké. Ik heb een lepel nodig. Want ik ga natuurlijk deze zaadjes er even uithalen. Ik zou denken dat hij dan naar een Galia meloen of zo ruikt, of weet ik veel, maar nee, daar ruikt hij niet naar, vind ik. Zo'n Galia meloen is zo'n gele meloen. Wil je ook proeven, Niels?
Die snap ik wel, ja. Hij smaakt niet zozeer citrus, maar hij heeft een zuurtje. En ik zelf kan dit wel op zich waarderen voor een echte warme dag. Ik ben geen meloeneter, maar deze zou ik eten. Ja. Dus als je die vindt bij de Albert Heijn, wel een aanrader. Zo, en dan gaan we daar lekker naar bed. Dus bij deze, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.